In deze video gaan we aan de slag met animatie. En een beetje op een bijzondere manier, want ik ga je laten zien hoe je een kleur van een view, bijvoorbeeld de tekstkleur van een label, maar het kan ook de achtergrondkleur van een view zijn, hoe je die kunt animeren. En ik zeg erbij, dat kan normaal gesproken niet. Het kan niet met de. Animate with Duration methodes, die uh, standaard onderdeel vormen van de UI View class. Dat werkt niet. Als je dat probeert te doen, en we gaan het zo meteen natuurlijk eerst even testen, dan zie je dat dat geen enkele zin heeft. Die kleuren worden gewoon meteen veranderd, real-time geupdate. Uh, dat gaat dan tienduizenden keren per seconde. Dat uh, is niet helemaal waar, want zo vaak wordt die loop niet uitgevoerd, die uh, UI View loop. Maar het gaat wel tientallen keren per seconde en dat geeft dus een heel onrustig effect. Het is niet wat we willen. We willen dat uh, dat uh, zeg maar geleidelijk gebeurt, dat het wordt geanimeerd. En dat het niet werkt, ga ik je eerst even laten zien in een stukje code. Dus uh, uh, we maken een nieuw project. Een gewoon Xcode-project. En ik noem het, uh, laten we zeggen, Gloeidemo. Omdat we dat gaan proberen te uh, simuleren: het gloeien van een kleur. Dus mijn versie noem ik Gloeidemo. Ik zet hem even op het bureaublad. Daar staat hij. Hier is onze app. Ik maak mijn scherm even wat groter. Zo. En we gaan allereerst even naar het Storyboard om daar een label neer te zetten. Want we gaan de tekst van een label. Gaan we Animeer. Dus ik zet dit label hier neer, of in ieder geval de tekstkleur van het label. Uh, eerst even auto-layout. Ik centreer het via auto-layout op uh, uh, horizontaal en op verticaal binnen de, zijn superview, binnen de container. En ik ga deze app trouwens draaien in een iPhone SE versie van de simulator, dus ik pas dit ook allemaal even aan. Het is allemaal niet zo spannend. Je kunt het ook op, een elke, op elke versie draaien. Want dankzij Auto Layout staat dit label altijd keurig gecentreerd in het midden. Ik verander wel even de tekstgrootte van het label. Ik maak het geen 17 punten, maar laten we zeggen 40 punten. Dus ik klik even op dit uh, icoontje hier. Dit, uh, uh, dit font icoontje. En ik maak het even van size even, maar laten we zeggen 40. Zo, daar staat hij. In één klap is hij 40 punten groter geworden. En de tekst die pas ik nog even aan. Dan maak ik van glow met een uitroepteken. Zo, je ziet hem meteen verspringen. Dat komt door Auto Layout. Hij wordt automatisch weer gecentreerd. Ook als we dit in landschapsmodus zou, in landschapmodus zouden bekijken, zie je dat het allemaal automatisch goed staat dankzij Auto Layout. Dit is de, de, de apparaatconfiguratiebalk. Als je daar meer over wilt weten, daar is een aparte video van. Dan kun je zien wat je daar allemaal voor een, een, dingen mee kunt doen. En hoe dat ding je helpt om te kijken of je app er goed uit gaat zien op uh, andere devices. Tot zover even de, het storyboard. We zijn nu niet helemaal klaar. We moeten nog even met de assistent editor aan de slag. Want we hebben een outlet nodig van dit label naar onze code. Naar de bijbehorende class code. Die zit hier in viewcontroller.swift. Want je weet, deze viewcontroller is, dat kun je hier zien in de identity inspector, is een viewcontroller class. En viewcontroller zelf, zoals je hier weer kunt zien, is een subclass van een generieke controller die je eigenlijk nooit gebruikt. De UI View Controller. Dus omdat we hem hebben gesubclassed, of eigenlijk heeft de Xcode dat voor ons gedaan, kunnen we nu allerlei dingen gaan toevoegen aan deze View Controller. En dat doen we dus eerst even via die outlet. Ik druk op Command Alt Enter om de assistent editor te openen. Je kunt natuurlijk ook op uh, dit knopje hier drukken. Links heb ik eigenlijk niet nodig. Deze File Navigator, die kan ik dicht doen. Dat kan met Command 0. Je kunt ook hierop klikken. Dat geeft hetzelfde effect. Zo. En nu kan ik makkelijk slepen met ctrl ingedrukt van, deze, van dit label. Hier naartoe naar een plek. En dit soort outlet zet je meestal bovenin, bovenaan in je klas. Hier staat hij. Ik noem hem even label. We hebben maar één label. Zo, dan staat hij. Vanaf nu kan ik. Assistent editor kan weer dicht. Vanaf nu kan ik uh, in code dus ook bij dit label komen. En die code daar gaan we nu naartoe. Die zit uh, in dit bestand, het viewcontroller bestand. Ik gooi alles even dicht wat in de weg zit. Met sneltoetsen, Command 0 en Command Alt 0 heb ik aan mijn linkerkant en de rechterkant die panelen dichtgegooid. En hier hebben we de classcode, die hoort bij onze viewcontroller. Dit haal ik eruit, heb ik verder niet nodig. Deze tekst ook niet. View dit load wel. Dan gaan we zo meteen natuurlijk de animatie instarten. En wat die animatie betreft, uh, die gaan we doen in een functie. En die functie noem ik, uh, laten we zeggen, Animeer Label. Animeer Label, zo. Die schrijven we zometeen. Hij vindt zometeen plaats vanuit View Did Load. Daar starten we dat ding meteen op. Dus hier roep ik die methode aan. Animeer label. En nu... Werkt eigenlijk onze animatie al, ook al hebben we het nog niet geschreven? We kunnen nu de kleur van het label hierin gaan aanpassen. En dat doen we met behulp van uh, wat uh, extra properties. We beginnen met het maken van een property waarin we de kleuren zetten. Dus ik maak een array. Dat verandert verder toch niet, dus ik noem hem LED. Het is een constante vanaf nu. Als je meer wilt weten over het verschil tussen variabelen en constante, tussen LED en VAR, uh, daar zijn video's over. Dus ik raad je aan daar even te kijken. Er is ook een video over arrays. Dus als je wilt weten hoe arrays precies werken, kijk dan even naar die video. Maar we maken een array. Noemen we kleuren en deze array krijgt dus het datatype UIColor met rechte haken eromheen. En omdat ik dit doe en ik dus geen typeafleiding hoef te gebruiken, kan ik nu meteen een array maken, een zogenaamde literal, met daarin meteen de kleuren vanaf waar ik wil gaan animeren. Dus ik wil straks van rood naar, laten we zeggen, oranje, zo, dat zijn UIColor uh, class properties, en dan naar geel. Dat is geen geel, maar yellow. En dan weer terug naar orange. Zo, dit is de reeks kleuren waar ik straks doorheen wil lopen. En om te kunnen bijhouden met welke kleur we bezig zijn... of eigenlijk met welk element uit deze array... dit is element 0, dit is element 1, element 2 en element 3... gebruik ik een extra variabele, een hulpvariabele, var array index. Zo, of laten we zeggen index nog beter. Kleurenindex. index. Je ziet geen camel caps, omdat eigenlijk één woord is, één Nederlands woord. Uh, kleurenindex en we beginnen natuurlijk met 0. Dus de eerste kleur die we zometeen gaan gebruiken, is deze. En dan lopen we steeds verder door. Je zult zien dat het trouwens helemaal waar is. We animeren steeds naar de volgende kleur. Dus we beginnen zometeen met orange en dan met yellow, en dan met orange. Als je met rood wilt beginnen, dan maak je er min 1 van. En dan, je zult zien waarom dat werkt. We animeren namelijk eh, al, door als eerste de kleurenindex te verhogen. Je kunt kiezen om hiervoor te, eh, om dit, deze truc toe te passen. Je kunt hem ook op 0 zetten, wat je het liefst hebt. Laten we maar even met min 1 beginnen. Want wat we nu gaan doen is nog een property maken, namelijk de nieuwe kleur property. Of de volgende kleur property, volgende kleur. En dit is, geen, dit is wel een UI color. Maar het is geen opgeslagen property zoals deze twee. Dus het is geen stored property. Maar het wordt een computed property. Dus we geven er een codeblok aan mee. We zorgen dat het een codeblok is. En uiteindelijk zal dit codeblok dus een kleur retourneren. Daarmee maken we hiervan een computed property. En dit zijn stored properties. Nou, hoe komen we nou aan de volgende kleur? Nou, om te beginnen zeggen we de kleurenindex wordt eentje hoger. Kleurenindex is dus wat hij was. Hij wordt wat hij was. Maar dan eentje hoger. En om nou te voorkomen dat we een index hebben die te hoog wordt, die hoger is dan, laten we zeggen, het aantal elementen wat hier staat. Dus hij mag nooit hoger worden in dit geval dan 4. Oftewel, hij mag nooit hoger worden dan de count property van deze kleurenarray. Kijken we even. We zeggen als de kleurenindex kleiner is. Of eigenlijk groter is dan, zo zijn opeens kunnen zeggen, groter is dan of gelijk is aan, want dan is het zelfs al fout, het aantal elementen in de kleurenarray. Dan zetten we hem op 0. Kleuren op nul, sorry. kleurenindex wordt dan 0. Nu weten we zeker dat we altijd een kleurenindex hebben die geldig is. Namelijk als hij, nul, als hij min 1 is, wordt hij 0. En blijft hij ook gewoon binnen de range. Hij, wordt, hij is nog steeds kleiner dan het aantal elementen. Als hij 1 is, wordt hij 2. klopt ook nog steeds. 2 wordt 3, klopt ook nog steeds. Als hij 3 was, dan wordt hij 4. En 4 is gelijk aan count. En dan wordt hij dus weer 0 om zo bladeren eigenlijk. Of zo, zo. zo stappen we stap voor stap door alle verschillende kleuren heen. En als we uiteindelijk een array overhouden met 20 kleuren, blijft het ook werken. En als we besluiten maar twee kleuren te gebruiken, dan gaat het ook goed. We weten zeker dat onze kleurenindex nooit, zoals dat heet, out of bounds wordt. En nu we een kleurenindex hebben, kunnen we die retourneren, Niet de index, maar de bijbehorende kleur. Uh, dat kunnen we met een tussenvariabele doen, maar we kunnen het ook in één keer doen. Uh, return, kleuren en dan. Kleurenindex. Zo. Nu zal die foutmelding, die badge, ook verdwijnen, want nu geven we een kleur terug. Nou, dit is een manier om het met een hoop regels te doen, code te doen. Het kan ook in één keer, als je dat liever zou doen, dan kun je zeggen: weet je wat, ik commenteer dit uit met command uh, slash en zet ik een inklap comment, uh, commentaarregels uh, ervoor en doen we het zo. Uh, deze kan nu in één keer, let op, kleurenindex wordt, en dan gaat hij als de huidige kleurenindex. Als die kleiner is dan. Okay, ik verhoog hem eerst even een kleurenindex. gaat in twee regels. Ik verhoog hem met één. Dus die regel had ik al gewoon kunnen laten staan. Schiet me nu erbinnen. binnen. Zo. Oké. Okay. Als de huidige kleurenindex. Als die nog steeds kleiner is dan. Of gelijk. Nee, kleiner is dan moet die zijn. Als die kleiner is dan het aantal elementen in kleuren, dan is er niks aan de hand. Dan mag die gewoon blijven. Dus als die kleiner is dan dat. Dan blijft hij gewoon wat hij was. Dan is er niks aan de hand. Dan zeggen we prima zo. En anders index, sorry. En anders maken we hem 0. Dit is een ternaire operator. Een ternaire toewijzing. Ook daar is een video over als je precies wilt weten hoe dit werkt. Maar kort gezegd staat hier het volgende. Als dit true oplevert, krijgt dit dus voor het is gelijkteken, voor het wordt teken. Maar als dit stukje true is, krijgt dit de waarde achter het vraagteken. En als het false is. Krijgt het de waarde achter de dubbele punt. Dus als dit waar is, dan blijft kleurenindex wat het was. Als het niet waar is, dan wordt kleurenindex nul. Dus zolang kleurenindex kleiner is dan, of gelijk is aan, en eigenlijk moet dit dus kleiner zijn dan, misschien maar naar nou te binnen. Zo. Als dit kleiner is dan koud. Dan is de kleurenindex geldig. Maar op het moment dat het cloud wordt. Uh, cloud, op het moment dat dit count wordt, dus als de waarde 4 is bereikt in ons geval. Dan wordt die 0. Zo, en als we dit niet hadden veranderd, hadden we straks absoluut ergens een out of bounds error gekregen. Dan was de app gecrashed. Maar die stap zijn we nu voor gebleven. Zo, dit, is dus een, uh, dit is een computer property. En je mag zelf kiezen welke methode je gebruikt, hè? of deze of deze. Ik zal dit nu maar even weghalen. Als er zijn allemaal lastige extra regels erin staan. Zo, deze regel wordt eigenlijk. Daarbij in deze regel zetten we even apart. Hier hebben we de kleur duidelijk mee. Um, oké, okay, dit had zelfs in één regel gekund, maar dat wordt wat onleesbaar vandaar dat ik het lekker zo laat staan we hebben dus nu de volgende kleur te pakken, die kunnen we nu gaan toewijzen aan het label, en dat doen we dus uh, met uh, een animeer closure en ik gebruik eerst even een foute methode, zeg ik erbij een methode waarin we een mogelijke zoals dat heet, retain cycle creëren, retain cycles uh, zijn um, ontstaan doordat objecten elkaar vasthouden, of instances elkaar vasthouden, waardoor ze nooit meer uit het geheugen kunnen verdwijnen, en er bestaat een risico als je het doet op de manier die ik nu toepas. Als je meer wilt weten over retain cycles. Je raadt het al, er is een video over. Kijk dan even naar video's over weak en strong. Uh, daarin ontdek je vanzelf wat hier mis zou gaan. Allereerst doen we even alsof we geen last hebben van mogelijke retain cycles en gebruiken we een keiharde methode. Uh, we, gebruiken, we letten er helemaal niet op. En. Het risico ontstaat omdat we zometeen moeten gaan teruggrijpen op self. En self is een manier om vanuit een closure, en die hebben we zo meteen nodig, terug te grijpen op de plekken waar je die closure aanroept. In dit geval is dat deze view controller. Normaal gesproken heb je self eigenlijk niet nodig of niet vaak. Behalve als er sprake is van een misverstand tussen, of een mogelijk misverstand tussen de naam van een, van een lokale variabele in een functie bijvoorbeeld en een eventuele property. Maar hier hebben we zelf wel nodig omdat we vanuit een closure toegang willen krijgen tot bepaalde dingen. Zoals dit label en de kleurenarray en de kleurenindex. En om nou te voorkomen dat we die allemaal nog eens een keer moeten gaan declareren. Verwijzingen daarnaar in de methode doen we dat met self. En je zult zien hoe dat gaat. We gaan animeren en dat doen we met uiview.animateWithDuration. En in dit geval hebben we, er zijn er een aantal, hebben we er vier. En we hebben er eigenlijk, in dit geval hebben we de volgende nodig. We willen een oneindige animatie maken. Dat betekent dat we deze gebruiken. Namelijk, we geven op hoe lang de animatie moet duren. Wat de animatie is met het tweede argument. En wat er moet gebeuren als de animatie is afgelopen met het derde argument. En om te zorgen dat die animatie oneindig wordt, zeggen we dan animeren opnieuw. Dus roep deze functie opnieuw aan. Daar gaat hij dit is hem. Nou, de tijdsduur. die zouden we natuurlijk via een constante hier hebben kunnen declareren. Dat doen we nu even niet. We zeggen een halve seconde. Wat is de animatie die moet plaatsvinden? Daar gaat hij, in dit geval wordt dat dus ons label, en je zult zien dat ik daar zelf voor moet zetten, anders krijg ik een foutmelding. De tekstkleur daarvan wordt, en je zult zien dat ik die ook zometeen zelf voor moet zetten, de volgende kleur. Zo. Dat is eigenlijk onze complete animatie. Maar je gaat zo meteen wat badges zien, want dit werkt. Kijk daar eens de badge al. Dit werkt niet, omdat uh, de closure geen toegang heeft tot label, omdat we niet hebben aangegeven aan de closure wat, uh, waar dat label in staat, wat de wat de, de, het object is of de instance is waar het label in staat. Vergeet niet, deze closure wordt pas uitgevoerd of wordt uitgevoerd, misschien wel op een heel andere thread. Dat is nu niet zo. Maar hij wordt uitgevoerd op een heel ander moment. Op het moment dat we helemaal niet meer bezig zijn met deze view controller. En de manier om het op te lossen is dus hier zelf voor te zetten. Dan blijft er nog een foutmelding komen omdat hij niet weet wat de volgende kleur is. Dat is ook een property. Die zit ook. Binnen deze viewcontroller. Nu zijn we van deze foutmelding af. Nou alleen nog die completion die hier staat. En je ziet die uh, staat nu nog binnen de, deze functie. Binnen de functieargumenten of binnen de functieparameters. Zo ga ik hier op klik of op enter druk eigenlijk. Zie je dat die er buiten wordt geplaatst. Dat is typisch een manier hoe closures werken in Swift. Als het laatste element van een functie. Uh, van een reeks functieargumenten. Als het laatste argument. Een um, closure is, dan wordt die buiten, of dan kun je hem buiten de functieargumenten zetten. En dat gebeurt hier dus ook. Uh, deze closure verwacht trouwens een uh, of krijgt een argument mee, namelijk een, uh, een boel, die aangeeft of de animatie wel of niet was afgelopen of was voltooid. Dus we noemen hem ook even animatie voltooid. Ja. En als dat zo was, dan kunnen we erop testen. We kunnen dus zeggen: als dat zo is, als de animatie was voltooid, dan is blijkbaar alles goed gegaan. Dan willen we de animatie nog een keer laten uitvoeren. En de makkelijkste manier is door deze functie gewoon weer aan te roepen. Animeer label. Alleen we krijgen opnieuw een melding, dat iets niet klopt. Immers, dit is een property. Deze functie, het is een methode, maar een methode is ook een property. Dit is een property die hoort bij die viewcontrole zelf. Dus we moeten opnieuw zeggen: Self animeer label. Anders heeft die closure geen enkele manier om te achterhalen waar dit bij hoort. En hier zit dus een mogelijk gevaar. Want dit zijn nu zoals het heet. Harde verwijzingen geworden. Het, zijn, het is een mogelijke retain cycle. De closure houdt nu de view controller vast. De view controller heeft de closure vast. Dit is, een, uh, dit is een groot probleem als deze view controller onderdeel zou vormen van bijvoorbeeld een navigation controller en af en toe zou verdwijnen uit beeld. De view controller zelf zou nooit meer uit het geheugen kunnen worden gehaald, omdat er uh, een strong reference is, zoals dat wordt genoemd. Maar dat valt een klein beetje buiten deze video of buiten het kader van deze video. Ik laat je wel even zien zometeen in deze video hoe je dit oplost. Maar als je meer wilt weten over Weekend Strong, kijk dan even naar die andere video. Maar laten we eerst maar eens even kijken wat hier allemaal misgaat, want dit werkt niet. Uh, zoals je zult zien als we deze app starten op een iPhone SE. Het label, of in ieder geval de tekstkleur van het label, wordt namelijk helemaal niet geanimeerd. Dat ding dat flakkert uh, met, een, met een noodvaart, uh, omdat er uh, blijkbaar geen animatie mogelijk is op tekstkleuren. Kijk, daar zie je hem. Dit animeert uh, niet echt. Dit, uh, dit flikkert gewoon heel snel. En uh, het werkt ook niet met een background color. Als je inderdaad zou doen, zou je hetzelfde probleem hebben. De animatie vindt namelijk niet echt plaats. Er is, uh, als je hier 20 uh, seconden van maakt, ja, dat maakt helemaal niets uit. De animatie heeft al plaatsgevonden eigenlijk. Of de overgang, de kleurverandering heeft al plaatsgevonden. Er wordt helemaal niet geanimeerd. En het, het is altijd leuk om dit soort dingen meteen even te testen. En je zult zien, ja, het heeft nader zin. Kijk, het blijft nog steeds met een, met een noodvaart uh, veranderen van kleur. Net zo vaak als de, als de als UI-kit eigenlijk de kleur bijwerkt. En als dat duizend keer per seconde is, gebeurt dit duizend keer per seconde. Het gebeurt hier wat minder vaak, maar hoe dan ook. Wat we willen, werkt niet. Dit heeft uh, geen zin. Kortom, blijkbaar redden we dit niet met een Animate methode. En dat klopt, daar kun je namelijk wel andere dingen mee animeren, zoals bijvoorbeeld Transforms kun je aanpassen. Maar kleuren, dat heeft geen zin. Alpha waarden zouden we wel kunnen doen trouwens, maar een feitelijke kleur moet je op een andere manier doen. Dat doen we niet hiermee. Dus we gooien dit net zo hard weer weg als dat we het hebben geschreven. En ik maak in plaats daarvan een nieuwe, een variatie hierop. En let op: de truc die je gebruikt is opnieuw een UI View methode, dus een Class Methode. Maar het is niet Animate, het is Transition, deze. Er zijn twee van die transition-methodes. Deze hier, de transition from to view, dus van de ene view naar de andere. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken als je je eigen animaties wilt maken voor segways. Dus voor de overgang van de ene view naar de andere. Maar het kan ook binnen een view van de ene view naar de andere. We zouden dus ook twee views kunnen maken. Een, gewoon een nieuwe view, een nieuwe button of een nieuw label waar we naartoe gaan animeren. Maar in dit geval kun je ook zeggen: nee, ik doe gewoon een animatie met de view zelf. Deze, onze eigen view, dat is in dit geval dus ons label. En die animatie duurt opnieuw een half seconde. En nou komt het, wat voor een animatie willen we hebben? Of eigenlijk, wat voor een transitie willen we hebben? En de truc om toch te kunnen animeren, tussen aanleidingstekens, wat kleuren betreft, is door een transitie uit te voeren van de ene kleur naar de andere met een cross dissolve. Dat is eigenlijk wat je doet. Dus je vloeit over van de ene kleur naar de andere. De kleur zelf wordt meteen ingesteld. Het ding wordt dus meteen rood en dan meteen oranje en dan meteen geel en dan meteen oranje maar bevloeien daarover en het overvloeien dat geeft een illusie alsof de kleur wordt geanimeerd maar in feite animeer je dus een transitie je animeert een overgang. Vandaar dat je als optie ook Raad bij krijgt, zo gauw je een transitie doet. Dit zijn de standaard animatie-opties: animatie curvies in, is out, repeat, ze zitten er allemaal bij. Maar degene die we zoeken, zitten hieronder. Even kijken waar ze zijn: transition, cross. Ah, staat al: transition, cross dissolve. Dat is degene die je nodig hebt. Zo, nu kunnen we cross dissolven. En de animatie blijft eigenlijk de animatie die we net ook hadden: namelijk, en we hebben opnieuw self weer nodig, dus laat ik hem meteen maar intikken: self.label.textcolor. Text color wordt volgende kleur. En ook dat is een property. Dus die moeten we ook eventjes via self aanduiden. Zeggen waar die property staat in de viewcontrole. En de completion. Nou, dat is eigenlijk dezelfde als net. Opnieuw die completion. Transitie voltooid in dit geval natuurlijk. Transitie voltooid. Als de transitie kon plaatsvinden. Dan kunnen we op testen. Dus als de transitie werd voltooid. Transitie voltooid. Als dat lukte. Zo. Dan willen we dat deze methode nog een keer wordt aangeroepen. Zelf animeer label. Nou, laten we eens kijken of dit wel werkt. Kijk, dit is wat we willen. Nu gloeit het wel. Nu gaat het tekstlabel keurig... Van de ene kleur naar de andere. Zie je dat? Met een animatie. Maar het is dus eigenlijk geen animatie. Het is een transitie. Je kunt ook hiermee spelen. Je kunt deze waarden kleiner maken of groter waarden. Je kunt de kleuren aanpassen. Dat kun je helemaal doen. Want de code zorgt er zelf wel voor dat met deze array op een nette manier wordt omgegaan. Alleen er zijn een paar dingetjes. Om te beginnen zit er een oneindige animatie. Hij kan niet meer stoppen. Dit ding blijft maar doorgaan. Er is geen enkele mogelijkheid om hier ooit nog uit te komen. Uh, dat zullen we waarschijnlijk willen oplossen. Dus we willen kunnen onderbreken. En ik zei het net al. Dat is niet helemaal netjes wat er hier gebeurt met dat uh, weak en, en strong en zo. Dit is allemaal eng. Deze dingen worden maar vastgehouden. Als deze viewcontroller onderdeel zou uitmaken van een reeks viewcontrollers. En hij wordt maar tijdelijk getoond. Uh, ja, dan uh, zal die nooit meer uit het geheugen verdwijnen omdat uh, de closure naar de viewcontroller zelf wijst keihard. Via een strong property en de, um, de view controller vervolgens naar de closure blijven wijzen. En dingen laten elkaar nooit meer los. Kortom, ze kunnen elkaar nooit meer loslaten, want uh, dat is nog eenmaal hoe het werkt met retain cycles. Zoals gezegd, er is een video over. Ik laat je straks even zien hoe je dit oplost. We gaan eerst even kijken naar een manier om deze animatie te stoppen. En dat kan nou niet, uh, want die blijft maar doorgaan. Hè. Dit ding blijft voortdurend naar zichzelf, uh, uh, blijft zichzelf aanroepen. Het is geen uh, recursie, als je dat zou denken. Dat is niet zo, want de methode wordt verder afgehandeld. Klaar is, maar het is wel een uh, iteratieve animatie die maar blijft doorgaan. En om dat probleem op te lossen hebben we dus sowieso, zoals dat zo mooi wordt genoemd, een vlaggetje nodig: een vlaggetje waarmee we kunnen uh, bepalen of de animatie wel of niet, dat kunnen we dan hier mooi doen, of die animatie wel of niet moet worden voortgezet. Nou, dat vlaggetje maken, zetten we hier meteen even onder, waar uh, uh, laten we zeggen, animeer even kijken hoor, hoe zullen we hem noemen? Uh, blijf animeren, blijf animeren bijvoorbeeld. Zo so, is true. We zetten hem, het wordt een var, hè, want we gaan hem straks natuurlijk vols laten zijn. Bijvoorbeeld, eh, als er op een knop wordt gedrukt of iets dergelijks, dat zou een mooie plek, eh, mooie plek zijn om te doen. Zo gauw we de gebruiker op een knop drukt, dan zetten we deze eh, vlag om. Maar allereerst moeten we natuurlijk op testen. En dat doen we bijvoorbeeld hier op deze plek. Dus als de transitie is voltooid. En als we moeten blijven animeren. Zo. In dat geval blijft de animatie doorgaan. Maar zo gaan we blijven animeren nu op vols zetten. Dan vindt die animatie verder niet meer plaats, dan stopt het gewoon. Je ziet hier uh, weer hetzelfde probleem. Hè? We hebben hier een transitie voltooid, dat is een lokale. Maar blijven animeren niet, dat is een, um, dat is een, uh, een uh, property die hier wordt neergezet. Dus die is uh, op dit moment uh, is onbereikbaar binnen dit blok, binnen dit completion blok. Dus de manier om dat op te lossen zou dit kunnen zijn. Zeg erbij, niet netjes, want zelf opnieuw, het is een hard reference, een harde verwijzing. We hebben hier dus een mogelijke retain cycle gecreëerd. Dat lossen we straks wel op. Laten we eerst maar eens even met die blijf van die meer optie aan de gang gaan. Die willen we uit en aan kunnen zetten natuurlijk. En de manier om dat te doen is uh, bijvoorbeeld via een button. Dus we kunnen even terug naar onze uh, uh, playground, uh, sorry, ons storyboard. Command uh, shift o, open quickly bijvoorbeeld. Tik je main.s in, dan ga je automatisch naar main.storyboard. Hier het storyboard. Ik doe rechts even open het utility paneel aan de rechterkant met uh, command-Alt 0. Verschijnt het hier en ik sleep even een button hier naartoe. Laat ik de button niet meer onderop zetten. Hier hier, dit wordt onze start-stop button. Ik zet hem hier onderaan zo. Je staat hier op een mooie plek. Uh, met maar even auto layout. Uh, dat kan met uh, deze icoontjes. er is ook een ander trucje wat je kunt toepassen. Je kunt Ctrl-slepen, een beetje schuin naar beneden. En dan kun je in één keer met de shift toets ingedrukt, kun je zeggen. Nou, het ding moet horizontaal worden gecentreerd, gecentreerd. En verticaal moet die ten opzichte van de bottom layout guide worden uitgeleid. Je het al over auto layout. Ook video's beschikbaar. Kijk, ga even zoeken naar autolayout video's. Dan vind je daar van alles over. Maar ik heb hier nu de knop. Ik kan de tekst even veranderen en we beginnen te gloeien. Dus laten we maar op de button de tekst stopzetten. Dan kunnen we stoppen met gloeien. En deze button doet nu verder nog helemaal niks. We kunnen deze button pas gebruiken als we hem linken aan een actie in onze klas. Dus dat gaan we nu even doen. Ik haal aan de rechterkant even wat, uh, wat dingen weg zodat ik wat ruimte heb. Ik zet de assistent-editor even naast met command Alt-Enter. Of je kunt ook op deze knop drukken. En nu kunnen we een actie toe gaan voegen. En die zet ik even helemaal onderaan. En de makkelijkste manier om dat te doen, eigenlijk de, de, de manier die voorkomt dat je per ongeluk een constraint probeert te slepen. En daar een actie aan probeert te koppelen. Wat trouwens niet eens kan. Maar de makkelijkste manier is om even hier in de document outline en als je hem niet ziet, hier heb je een knop om hem zichtbaar te maken. Daar is hij. Daarop te klikken de stopknop, want daar willen we een actie van maken en ik sleep nu vanaf de stopknop hier naartoe onderin, zoals ze zegt op de regel 40 van mij. En ik wil geen outlet toevoegen, maar een action, dus ik maak er eerst even action van vergeet dat niet. Ik vergeet het ook wel eens een keer, dan heb ik een button waar ik een action aan wil koppelen en dan wordt het toch een outlet. Kortom, maak er action van. Uh, als sender geef ik op dat een button verantwoordelijk was voor die actie. Nou, dat is mooi, want dan kan ik straks meteen in de methode die ik ga schrijven, zo meteen kan ik ook de, de titel van de button kan ik aanpassen. En de naam is, laten we zeggen, uh, schakelanimatie om. Hè, van uit naar aan en van aan naar uit. Ik druk op connect. Daar staat hij. Hier is mijn nieuwe methode. Ik heb nu een uh, action, IB action gemaakt, die als je erop klikt, of op sleept eigenlijk. Je hoeft alleen maar op te gaan staan, je hoeft niet eens te slepen zo. Als je erop blijft hangen, dan zie je dat die actie gekoppeld is aan deze button. En dat is uh, precies wat we willen. Dus we zijn klaar met, um, uh, het, uh, met de assistent editor. Die kan ik uitzetten. Dus Command Enter om dat ding te verwijderen. Ik stop ook de app even. Dat uh, dan betekent ook dat ik de console kan weghalen. Zo. Hier heb ik mijn storyboard. Ik ga met command-shift-O uh, of open quickly. Even terug naar mijn viewcontrole. Want daar gaan we nu tekst in aanpassen. Het gaat om deze methode hier: hè, de schakelanimatie om methode. Daarin willen we de animatie kunnen omschakelen. Van uit naar aan en van aan naar uit. En uh, we zouden hem eerst al eens meteen kunnen uitzetten. Want uh, hij staat aan op dit ogenblik. Maar je wilt daar, je wilt daar natuurlijk even netjes op testen. Uh, dus dat gaan we doen door uh, de blijven animeren. Property die hier staat. Op te vragen. En een makkelijke manier om het te doen is dan in één keer op te lossen. Je zou natuurlijk dit kunnen doen. Hè? Als de blijf animeren optie true is, dan moet die false worden. Blijf animeren is false. Anders moet die true worden. Blijf animeren is true. Er is niets mis met deze code. Hij werkt. Maar het kan sneller. Ik laat je even een trucje zien wat je waarschijnlijk zelf wilt toepassen, omdat het in één regel code kan. En dit is gewoon vijf regels. Uh, het lost wel een ander probleem op dat we zo meteen nog steeds hebben. Maar zelf ben ik er een voorstander van om dit soort tochels, zoals ook worden genoemd, dit soort schakelaartjes van aan naar uit en van uit naar aan. Hè, dat blijft animeren om die in één regel om te zetten. En dit is de manier om dat te doen. Je zegt: blijf animeren. Wordt wat hij niet was. Zo. Blijf animeren. En die not, die niet-operator die je hier ziet, deze, dat uitroepteken, heeft niks te maken met optionals. Hè? Als je weet wat optionals zijn. Nee, dit zet je voor een logische waarde, een true of false waarde, om om te keren. Dus true wordt false en false wordt true. Dus hier staat nu het volgende. Blijf animeren, wordt nu wat hij niet was. En als hij true was, dan wordt hij niet true. Dan wordt hij dus false. En als hij false was, dan wordt hij niet false. Dan wordt hij true. Nou, de status is nu al omgeschakeld. Dat betekent dat de eerstvolgende keer dat als de animatie bezig was. Dit wordt gecheckt, wordt de animatie gestopt. En als de animatie niet bezig was, ja, dan gebeurt er niks. Dus we moeten hem ook nog wel even met de hand aanzetten. Dus we komen toch niet om die if-constructie if heen. En dat gaan we dus nu ook doen, want we moeten ook de tekst op de knop nog aanpassen. Maar als we gaan animeren, blijven animeren, zo. Als we dat gaan doen. Dan moeten we dus nu zeggen: de knop, op de stopknop of de startstopknop start moet nu de tekst stoppen komen te staan, want we gaan nu blijkbaar animeren. Dus zeggen we: de, hoe komen we bij de knop? We hebben geen outlet nodig. De knop zit nu in sender, dit argument. De sender heeft een methode met de naam setTitle. Als je meer wilt weten over buttons, zoek dan even de video op die daarover gaat. Want bij buttons kun je niet, zoals bij labels, zomaar even de tekstlabel aanpassen. Dat doe je met een set title optie. We veranderen de titel van deze knop in en nu komt het: we willen gaan animeren, dus het moet stop worden. Stop. Zo. En de control state die je daarvoor kunt nemen is normal. Zo. Klaar. Tevens, omdat we willen gaan animeren, moeten we de animatie starten en dat doen we met animeren label. We roepen gewoon een functie een keertje aan. Klaar. Anders, als we niet moeten animeren, hoeven we niet iets uit te zetten of zo, want dat is hier al gebeurd. Deze test zorgt ervoor dat het animeren stopt. Nee, dan hoeven we alleen maar te zeggen, de tekst die op de button komt te staan, wordt nu natuurlijk start. En er staat de control state, dat is eigenlijk op welke, welke tekstweergave we bedoelen. De, de button kan zijn geselecteerd en dergelijke. We bedoelen de normale status, de button is daar gewoon zichtbaar. Zo, dit is genoeg. Dit zou al tot gevolg moeten hebben, dat we stoppen met animeren en dat we weer starten met animeren. Maar we hebben nog steeds dat retain cycle probleem. En dat lossen we zo meteen nog even op aan het eind van deze video. Als laatste. Maar laten we eerst maar even kijken of we ook daadwerkelijk nu de animatie kunnen stoppen. Kijk, nu gloeit hij. en ik druk op stop. En kijk, de animatie stopt. Zie je dat? Alles gaat keurig. En het leuke is, omdat we hier met properties werken die de huidige index bijhouden. Bijvoorbeeld, als ik nu op start druk, gaat de zaak gewoon weer door waar die was gestopt. Ja. Kortom, de tekst van de button verandert. We stoppen. Daar wordt gewoon gloeid. Oké, okay, nu stoppen we eigenlijk. We stoppen, nu wordt er gestopt. We starten. En nu uh, verschijnt keurig de tekst stop op de button en de animatie gaat weer door. Zo los je dit soort dingen op in code. Nou, dan nog even, tot slot, als extra, die bonus, dat verhaal met self en hoe dat nou precies zit. Nou, self is een strong pointer. Op dit moment heeft de UI View Transition methode, of eigenlijk de closure die hier wordt gebruikt, die hier begint te closen. Dit hele ding hier is een closure. Het zijn er zelfs twee, dit is één closure. En die stopt, uh, even kijken, waar stopt die? De eerste stopt, waarom hier? Deze closure heeft een strong pointer, zoals het heet, wijst op een sterke manier, heeft, een strong, heeft het, 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 de viewcontroller vast. Heel erg vast. En omdat de, deze closure de viewcontroller vast heeft, en de viewcontroller de closure vast heeft via deze methode, is geen van beiden ooit nog in staat om uit het geheugen te verdwijnen. Dat moeten we oplossen. We moeten zorgen dat we hier een weak van maken, een weak verwijzing. De manier om dat te doen is hier een array te definiëren. Die zet ik hier nu voor. Zo, hier komt een array te staan. Meteen het woordje in gebruiken om aan te geven dat wat hier in deze array staat relevant is voor het codeblok. In deze array kan ik nu een aantal variabelen opnemen. Die ik, uh, die, uh, die ik hier declareer en die ook uh, op dat moment toegankelijk zijn binnen deze closure. En een voorbeeld van een variabele die ik wil opnemen is natuurlijk een weak variabele. Dus ik maak hem absoluut weak en ik geef hem een naam. En ik wil eigenlijk die self die ik hier heb, wil ik beschikbaar hebben, want ik moet daarbij kunnen komen, maar in een weak vorm. Dat ik hem daarna verder uh, dat hij automatisch verdwijnt. Uh, niemand heeft dat ding verder vast. En dat kun je bijvoorbeeld als volgt doen: je kunt hem een naam geven. Een vaak gekozen naam is weak self. En hij wordt natuurlijk zelf, dus op dit moment heb ik met week zelf een lokale variabele te pakken. Die is alleen binnen dit blok beschikbaar. En die wijst naar zelf. En dat betekent dat ik hier zelf vervang door week zelf. En ik doe dat hier ook. Zo. Wijs ik in deze closure, in de eerste dus nergens meer hard naar zelf, zoals ik zei. Ik houd zelf niet meer vast. Deze melding verdwijnt vanzelf. Dit is een Xcode-probleem. De compiler heeft wat tijd nodig. Dat is trouwens niet waar. Hij verdwijnt niet vanzelf. Er is namelijk wel iets anders aan de hand. Deze weak self hier is een optional. Kijk, als ik hierop ga staan, waarschijnlijk krijg ik dat meteen te zien. Ja, het is een optional, zie je dat? Dus je, moet er een expliciet, of een, je kunt er een impliciet uitgepakte optional van maken. Je kunt het zo doen. Dat, ik weet niet of dat toegestaan wordt. Volgens mij is dat wel toegestaan. Zo niet is er ook een andere oplossing uh, hiervoor. Mag ik geen impliciet gebruikte optionals? Mag dat nou weer niet? Oh, wat jammer, ik had gehoopt dat dat had gemogen. Uh, nee, dat mag niet. Dan uh, is een andere manier om dit op te lossen... is door die optional hier gewoon keihard uit te pakken. Daarin. Daar en daar. Zo, we forced en wrappen, dat ding. We weten toch zeker dat daar een waarde in staat. Anders zou deze hele kloosje niet worden aangeroepen. En nu hebben we dit probleem hier opgelost. Nu weten we zeker dat we in deze kloosje geen sterke... Verwijzingen hebben naar zelf, naar de viewcontroller. Dus de closure houdt de viewcontroller verder niet vast. Dus hier het probleem opgelost. Alleen we hebben twee closures. We hebben die ook nog één. Zie je dat? Dit is de completion closure. Die wordt uitgevoerd als de animatie is voltooid. Ook als dat niet zo is, dan wordt die ook aangeroepen. Maar zo gauw de animatie stopt, om welke reden dan ook, dan wordt deze closure aangeroepen. Exact hetzelfde probleem. Dus hier zetten we ook even. En dan kunnen we dit stukje code trouwens gewoon kopiëren. Je kunt het ding ook een andere naam geven. Je kunt hem zelfs gewoon zelf noemen. Kijk, dit werkt dus ook. Weak Self is Self. Dit leest vaak wat lastig, maar het werkt wel. Je zult zien dat dit woordje Self nu, als het goed is, zometeen van kleur verandert. Omdat het nu gaat over een andere property. Het gaat niet over een property, het gaat nu over een lokale variabele. En ik verwacht eigenlijk wel dat dit werkt. Even kijken hoor, is dit een tijdelijk X-code melding of niet? Vroeger werkte dat altijd wel. Uh, nou, als het niet werkt, dan gebruiken we die naam. Maar niet vergeet dat ik dit gedaan heb. Weak Self is Self. self. Week zelf. Zo, nou wordt het probleem definitief opgelost. En dit zou nu zometeen echt moeten ver, uh, veranderen. Ach, ik zie wat het probleem was. Hij staat op de verkeerde plek. Hij moet voor de in staan. Sorry, het is live dit allemaal, deze video. Ik neem ze meestal in één keer op en ik verander ze verder ook niet meer. Uh, zo, hier staat dan week. Week zelf is zelf. Nu staat het voor het codeblok. Uh, nu moet die melding echt uh, verdwijnen. En ik het kan niet anders dat hij ook zometeen verdwijnt week zelf is zelf. Even kijken of dat nog steeds niet verdwijnt. Nee, er hoeft geen separator te staan. Laten we eens kijken wat er gebeurt als ik deze code start. Ja, nou is de melding weg. Hij is nog niet weg. Ach, nog een probleem. Deze completion die hierbij zat. Hier hoort nog een. Kijk, ik heb wat code weggehaald hier. Of wat achtergezet. Dit stukje code hier. Moet daarvoor code staan. Zo. Zo. En dan durf ik er ook wel eventjes een wetje op aan te gaan. Omdat je hier wel degelijk het woordje zelf kunnen gebruiken. Zo. Het was dus gewoon een kwestie van het ding op de verkeerde plek neerzetten. Zo, ja, dit hoort gewoon te werken. Kijk, Zo werkt dat is de volgorde. Als je een closure hebt, in die closure, hier moet nog even een uitroepteken achter. Als je een closure hebt, in die closure kun je een array neerzetten met variabelen die je binnen de closure wilt gebruiken. In dit geval gebruiken we die truc om een array, of om een uh, variabele uh, te kunnen benaderen die onderdeel vormt van uh, de Viewcontroller en die maken we weak door een lokale versie ervan te declareren hier en daarna zet je eventuele argumenten die aan deze closure worden doorgegeven. Dus als je dit erachter zet kan je foutmelding Je moet het er wel voor zetten. Sorry dat ik het even niet gezien had. Zo, zo staat het goed en je ziet dat je dus dezelfde naam kunt gebruiken. Dit is dus nu de lokale variabele. Dit is niet meer de harde self in de property. Dat je, of in de viewcontroller, onthoud dat even. Dit is een beetje misleidend. Ik gebruik die truc zelf wel eens, omdat ik, ja, ik weet wat er hier gebeurt. Maar misschien is het beter om hier toch een, een aparte naam voor te gebruiken. In ieder geval zeker weten dat je te maken hebt met een lokale variabel of een lokale constant in dit geval. En niet met, een, met, een, met de property zelf. Zo, ik laat even zien dat er dus twee mogelijkheden zijn om dit te doen. Nou hebben we dat probleem met weak en strong hier ook opgelost. Er is nu niet, geen sprake meer van retain cycles. Deze hier kun je negeren. Zo gaan we de app starten, hebben we alles... En netjes opgelost. En als je deze viewcontroller zou opnemen in een andere viewcontroller reeks, bijvoorbeeld met een navigatiecontroller, zou je op deze manier kunnen voorkomen dat je retain cycles genereert. En we kijken natuurlijk nog even voor de zekerheid of de code werkt. En zo ja, dan zijn we klaar. Zo nee, dan hebben we nog een bukje te fixen. Maar ik ga ervan uit dat deze code het wel doet. Stop. Ja, de animatie stopt. We blijven een beetje oranje. Ik druk op start. Ja, en ga door via geel. Klaar, is case. Als je meer wilt weten over Swift en over het maken van apps in deze nieuwe programmeertaal, dan is deze website wellicht iets voor je. Je vindt er ook een forum waar je terecht kunt voor vragen en antwoorden over deze video en over alle andere video's die ik heb gepost. En als je je kennis over Swift wilt verdiepen en zo snel mogelijk je eigen eerste apps wilt kunnen bouwen, dan is dit e-book het e-book dat je zoekt. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop je terug te zien op de iOS Academie.